Arno Grumer raakte met ons in gesprek naar aanleiding van een performance van Tino Zeeko waaraan hij had meegedaan in het Stedelijk Museum een aantal jaar geleden. En hij wilde graag een maand of zo in het stedelijk wonen. Nou, dat was niet helemaal te realiseren, maar we zijn lang in gesprek geweest. En toen kwam dit project eruit, Geef ons het museum, waarin hij samen met 17 nieuwkomers, kunstenaars, vormgevers, vooral uit oorlogsgebieden afkomstig, uit Syrië, in deze ruimte in het museum een maand lang verblijft, helemaal mei. We zijn aan deze kunstenaars gekomen via een instantie genaamd Makers Unite. Een collectief dat nieuwkomers helpt aan werk. En vooral deze creatieven, die natuurlijk enorm veel voor de samenleving kunnen betekenen. En dus we hebben met hen contact gezocht en zijn met hen in gesprek gegaan. Ook op de vraag die Arnon hen stelde van ja, wat is een museum eigenlijk voor jullie? Je komt net uit een oorlogsgebied hier naartoe. Wat heb je dan aan zo'n stedelijk? En toen zei één iemand heel mooi. Geef ons het museum, ik laat het je zien. En dat is de titel van het project geworden, Geef ons het museum. People who came here, they were not invited in a regular way, but they've been invited because they wanted to create something else. And the role of the museum is very interesting in this point, because it's not like, you know, a dead artist, or it is not like very famous and already being all over the place artist, but it is very talented, but a group of artists who needs to start over again in another country. And it is very nice that you feel welcome, and then people are interested in what your story is or what you would like to tell to the world. Ik begin altijd, ik schrijf elke dag een stukje voor NRC over deze. Dus ik begin eigenlijk heel vaak 's middags hier mijn stuk te schrijven. Ik werk hier ook echt. Vandaag niet, omdat het gewoon te druk is. Maar dan als het echt, als ik wil, kan ik de gordijnen dicht doen. I want to show the real feeling about how much there is inside me out of suffering. To remember those faces always and always trying to sleep, but I cannot sleep. For this I try to show those faces trying to sleep also, but they cannot do this. Wat ook interessant is, dat elke ochtend lopen de nieuwkomers en Grumer mee met de stedelijke staf om het museum echt te leren kennen. Dus vandaag zijn ze bijvoorbeeld naar het depot geweest, ze hebben meegelopen met de beveiligers, met de directeur. En zo leren ze eigenlijk ook alle kanten van het museum goed kennen. Ik denk dat het veel minder goed had gewerkt als ik hier hele dagen had gezeten. Maar juist doordat ik ook met de supposter meeloop, met de mensen die restauratie doen, met de managers, met pers ga ik meelopen, krijg je het museum van een heel andere kant ook te zien. Spannend project, want de zaal begon helemaal leeg en binnen een maand wordt er dus opgebouwd en werk gemaakt en dat leidt tot de tentoonstelling die 1 juni zal plaatsvinden, 's avonds. Dus je ziet langzamerhand dat het vult. It's the name of my performance, like Take a Piece of Me, and my idea actually it's about like as a stranger people is gonna like judge you and say things about you, but then when they like come closer to you and start to get to know you, and then they will like realize you're just like them, like you're just a human being like them. And I was translating that concept through like polystyrene, and like I was like sticking them on me as like I'm the weird or like the strange things walking around, and asking people to interact with me and to take piece of me, to just like to know who I'm, like who's behind those pieces. The project name is Inside the Curtain, and it's about how you feel when you move to a different country, a different place, and you know it's beautiful and nice outside, it's fragile, you can leave whenever you want, but you get caught in your memories and your feelings and your, all the things that you're experiencing now, and you feel this detachment and this feeling.
I think this is a nice gesture from the museum to try to change how the public perceives the idea of a museum, the idea of this big institution that's holding these really highly valued artworks in them that are, most of them are socially or intellectually connected to big topics that are being discussed around us in the world, big problems that we might be facing. So this is a really nice step towards opening up more to the public, changing the way that we are used to see museums in, and maybe making it less prestigious and more simple and connecting. Nee, ik ben eigenlijk heel blij. Ik vind dat er heel veel gebeurd is en dat, dat ontmoetingen met de bezoekers waren eigenlijk mooier dan ik had gedacht. Het werk hier was, ik had gedacht, nou, ik zit er gewoon te werken, maar er gebeurde zoveel. En op een gegeven moment, het feit dat ik gewoon performances, dat ik mensen kon uitnodigen om performances hier te doen, dat idee dat er heel veel mogelijk was, dat vond ik heel prettig.